Je bent er al. Hoi Marian. Alles wat goed is, is gewoonte. Waar heb jij het over? Ah, je kent het wel. Uit het boek Eline Veren van de schrijver Louis Couperus. Door dit boek Eline Veren, door Louis Couperus, heeft de architect zich laten inspireren. En hierin beschrijft Couperus die chique buurten van Den Haag. En dat zie je terug in deze wijk. Alle woningen zijn geïnspireerd op de neo-renaissance bouwstijl, aangevuld met details zoals erkertjes, balkonnetjes en veranda's. En deze elementen zag je vroeger veel terug in Indië. En dat geeft deze wijk een chique en een afwisselende uitstraling. Chic, maar vaak ook onbetaalbaar. Maar dat is minder waar. In deze wijk, de Heren van Vroonde fase 4, hebben we straks betaalbare eengezinswoningen vanaf €375.000. En vind voor dat geld maar iets in de binnenstad van Den Haag. Maar waar komen die woningen dan precies? Want ik zie hier helemaal niets. Ja, dat duurt natuurlijk nog eventjes. Maar hier bij de Westmadeweg en de Oberlaan, daartussen worden de woningen gebouwd. Oké, nu weet ik toevallig dat er hierachter een fase wordt gebouwd van hetzelfde project. En er zijn al een paar woningen klaar. Dus? Gaan we daar even kijken. Leuk! In fase 4 zult u weer kunnen kiezen uit verschillende woningtypes. Variatie is zo groot, bijna geen enkele woning is hetzelfde. Dus er valt echt iets te kiezen. Moet je kijken, wat een prachtige sfeer. Ze mogen er van buiten dan nostalgisch uitzien. Van binnen zijn ze hypermodern. En weet je wat nou zo leuk is? Er zit geen gasaansluiting meer in. Ze zijn voorzien van de warmtepompinstallatie, voor het warme water en voor de verwarming. En naast de uitstekende isolatie hebben alle woningen standaard vloerverwarming. En dat is niet alleen zuinig, het is fraaier en praktisch. En de afwerking van de materialen is ook echt top. Net als het uitzicht trouwens. Hou je trouwens een beetje van winkelen? Hier bij de markt in Loosduinen kan jij je ding wel doen. Maar weet je, Ries, ik ben eigenlijk meer een natuurmens. Wandelen, hardlopen, watersport, paardrijden uiteraard, met mijn nichtjes naar de speeltuin. Dat is eigenlijk meer mijn ding. En weet je wat het mooie is? Dat kan dus in deze omgeving. Alle woningen hebben een heerlijke tuin en vele hebben eigen parkeervoorziening. Ik kan me goed voorstellen dat u enthousiast bent geworden over de Heren van Vroonde fase 4. Voor een blik op de woningen neemt u een kijkje op de website of in de brochure. Uiteraard kunt u ook bellen met mij of mijn collega Marianne. Ik heb nog een leuke quote van Couperus voor jou. Elegantie is wat een heer onderscheidt van een man. Dus ik zou zeggen, wees eens elegant en haal mijn fiets eens even.